Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe challenge of uitdaging hier op mijn kanaal. Kak! Mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag spelen we zoals je kan zien een free-for-all potje op de enige echte fijnste map in de game, Redwood. Ik ga proberen om, hulp, waar ben je? Oh my god! Om dit potje te winnen met de Dragon Sniper Rifle. De Dragon Sniper Rifle is natuurlijk, ja, het is eigenlijk een semi-automatische sniper rifle. Die je echt gewoon, ja... Wat een kutmap is het ook, jongen. Waarmee je echt gewoon keihard mee kan gaan lopen sprayen. En ik wil proberen om dit potje te gaan winnen met deze... Serieus! Ik kan niet eens schieten, man! Om dit potje te proberen te winnen met deze sniper rifle. Wat ik er allemaal heb opgezet... Hé, hey, dat moet je niet aan mij vragen. Ik weet zelf niet eens wat ik erop heb opgezet, namelijk. Ik heb erop staan een... Oh my god, een rare scope. Een silencer... Fast Max. En ja, dat was het denk ik wel. Yes, we hebben één kill. Hè? God non de jus. Ik dacht dat hij er nooit zou komen. Dit is serieus nog lastig ook, maar met de poep. Je bent fucking max prestige en je staat te campen. Dan ben je echt een mongol. Sorry dat ik het zeg hoor, maar dat is echt wel noob. Maar ja, als hij wil campen, moet hij dat lekker doen. Ik wil graag het potje winnen, dus dat ga ik ook proberen ook. Oh my god, dit ding... Het is een sniper rifle, alleen het schiet nooit one shot. Behalve als je iemand zijn hoofd schiet, dus... Wat mij betreft is het echt een raar ding. Vieze camper die je bent, ik zweer het je jongen. Ik zit tegen hoge levels hè, ze zitten allemaal te campen jongen. En dan weet je ook meteen, hoge levels zijn campertjes. Ah kak, behalve jij, oké. Ja, het een mooie kill. Ja, maar hoe gaan we dit ooit winnen, jongen? Die Jeff, die staat eerste. Die Kishka of zo, die zit hier nog te campen. Fucking noob, jongen. Hij stond ook gewoon nog steeds, hè? Godnonderzoek, ik zat hem op te wachten. Ah, dit is serieus. Ah, dit is lastig, jongen, met dit ding. Je staat weer campen, serieus? Kap nou. Kishka, kappen. Kappen, ja. Hij is klaar. Meest retarded gunbattle ooit! Ja, ja, dat was hem! Dat was hem! Dat was de meest retarded gunfight ooit! Kill. Para. Kakke, weet je hoe lastig dit is? Die sniper gaat serieus alle kanten op. Er is geen grip attachment of zo voor dit ding. Misschien komt het ook wel door die silence als ik eerlijk ben. Die silence is ook gewoon pure stront. Hoe ga ik... Ah, ik sta nog steeds achter, man. Kom op. Gun mij iets, jongens. Oh my god, ik ga weer dood. Oh, what the fuck, jongen! Dat ding gaat alle kanten op, man! Ik kan eerst even rustig normaal schieten, joh! Dank je! Ah, hij zit hier weer binnen. Oh, recheck, serieus? Ik word getomahakt. Gebruik nou serieus recheck? Ik ga mijn tempers lekker laten staan waar die staat. Ik ben getagd. Ik ben echt al dit hele potje gecounterd, UAV'tje, jongen. Ik heb ook geen flauw idee waar ik naartoe kan lopen. Hoe wist ik het, Kishka? Hoe wist ik het? Ik zat boven zijn hoofd, man. Dat weet ik toch ook niet? What the fuck, Call of Duty? Ik sta bovenop iemand. Vinden ze leuk, hè, die Call of Duty-makers. Laten we Jaraski even bovenop iemand zetten. Vindt hij vast en zeker wel leuk. Het was ook wel leuk, daar niet van. Ik vond het alleen niet zo tof, want ik ben weer dood. Ik zag je vriend. Kak. Oh, waarom ben ik ook zo'n mongool die het wapen gaat pakken? Ik moet gewoon gecampen. Ik weet wel waarom snipers soms campen, want dit is onmogelijk, man. Dank je. Oh. Weer Kishka, hè. Kishka staat de hele tijd te campen, jongen. Het is wel een doorzetter, moet ik... Hij gaat weer campen. Het is wel een doorzetter, dat moet ik toegeven. Kishka is wel echt een echte doorzetter. Want hij gaat er gewoon weer zitten, namelijk. Kap nou eens, vriend. Kappen nou met dat gecamp, ouwe. Dat is toch niet leuk op een gegeven moment. Dank je.
Yo, hoe moet ik dit ook nog gaan winnen? Kijk hoe ver ik achter sta, man. Yeah! Deze keer kende ik de spawn, jongen. Ja, nu sta ik te camp ook, hoor. Alweer! Je spawnt twee keer op dezelfde plek! Ah, kak! Kakkerakakak. Dank je. Hey, dude, we hebben nog een comeback ook, ouwe. Oh, fuck. Oh, weet je hoe lastig dit is, man? Het is op zich wel een fijne sniper, maar niet om ermee op af te rennen. Want je krijgt nooit een one-shot van kill. Ik snap ook niet wat je aan deze sniper hebt, maar... Dat denk ik wel bij meer dingen, helaas. Ah, kak, ik schiet alles mis. Hoeveel? Ik sta nog steeds 7 kills achter, serieus? Ik was net zo lekker bezig, man. Oh, nice, what the fuck. Ik weet niet hoe ik die kill kreeg op Jeff. Kom dan. Dit is zo noep, hè. Sorry, jongens. Soms, op sommige momenten mag het even, ja? Ik blijf gewoon liggen ook. Sst. Oh, ik zag hem. Ho. What the fuck? Die kan gewoon mijn kamer in lopen. Hij keek niet eens naar me, joh. Ik heb het zo hard verloren. Ik sta derde. Kak. Camper. Ah, shit. Waarom moet dat nou? Waarom moet je mij nou killen? Even, wie's idee was dat? We spelen ook echt op de meest ongelofelijke map die je maar kan verzinnen ook weer. Zo. Komt er een eentje naar binnen. Let op. 3. 2. Oh, ik zag hem. Ik heb verloren, man. Hoe kan dat nou? Dat is dezelfde. Dat was dezelfde. Wat een retard. Hij dacht ook, ah, die Raski zal vast niet meer aan het campen zijn. Oh, nog een keer. Ik blijf gewoon liggen, jongen. Het is veel leuker dan rondrennen. Gewoon blijven liggen. Nee, 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 kak. Blijven liggen is veel leuker dan erop afrennen. Oh, wat een scheidpoging, jongen. Wat een echte scheidpoging. Ik had hem nog wel geraakt, toch? Oh, niet eens. Oh jawel, ik had hem wel geraakt. Wauw. Nou ja, dat ging niet echt goed. Maar het was even... Het was even leuk voor tussendoor. Oh, wat slecht. Ik sta wel in de top 3, though. Dus officieel, als je in de top 3 in Free For All staat, heb je nog gewonnen. Dus we hebben gewoon nog gewonnen ook. Maar, ja... Dit is niet echt een sniper waarmee ik chill op af kan rennen. Ik denk dat die in hardcore wel heel fijn kan zijn, want je hoeft maar dan maar één kogel te raken. Maar in Free For All, je gaat erop afrennen. Dan ja, heb je er helemaal niks aan. En die Kishka, jongen, die ging steeds terug naar zijn campspots, jongen. Maakt niet uit wat er gebeurt, hij ging er naar terug. Dus Kishka, goed gespeeld, jongen. Maar niet heus. Ja, ik vond het wel veel leuk om tussendoor te doen, jongens. Gewoon even kut in Free For All. Dus dank voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer weer. Bye bye.